Hey, Jordi weer hier vanuit Foodjet Amsterdam met een nieuwe inspiratievideo voor jouw takeaway menu. We zitten in het thema gezond en healthy, dus we maken weer een gezond takeaway gerecht. En we gaan nu terug naar mijn roots. En dat vind ik super cool, vandaar dat ik mijn coole pet op heb gedaan. Wij gaan terug naar mijn Indonesische roots. Heel veel mensen weten dat niet, die zien dat niet aan mij, maar ik heb Indonesische roots en ik ga voor jullie nu maken. Onwijs lekkere peppersan. Wat gebruiken we daarvoor? Nou, ik gebruik ervoor heekfilet. We gaan gebruiken Black Tigers. De Black Tigers die ik gebruik, die komen zo binnen. Kop en staart blijven eraan. Darmkanaal is er al uitgehaald. Lekker easy, want ik wil graag heel veel tijd spenderen aan mijn gasten voor de takeaway. Het hoofdingrediënt van de peppersan is de Jordi's Keuken milde sambal. Dat is een milde sambal die wordt gemaakt door Mark. En bevat alle elementen van een goede Indonesische sambal. Alleen heeft niet de hitte. Daarom is die perfect bij vis. En proef je ook de vis. Daar doen we als garnituren bij. Nasi kuning uit Jordi's Keuken. Kant en klaar. Staat alvast warm te worden in de steamer. En sambal goreng boontjes. Ook vanuit Jordi's Keuken. Hoef je niks meer aan te doen. Is gewoon al klaar. En kan je gewoon inzetten voor jouw takeaway menu. Ik ga nu laten zien hoe je de peppersan opbouwt voordat hij in de oven gaat. En dan gaan we daarna gaan opmaken voor de takeaway. Ik heb hier wat bananenblad. Ik gebruik echt bananenblad voor de smaak. Het ziet er ook heel tof uit voor qua presentatie. Als je je takeaway bak open doet. Maar geeft ook heel veel smaak af aan jouw vis. En is essentieel voor dit gerecht. Bananenblad. Ik leg mijn heekfilet erop. Met de velkant naar boven. Ik strijk hem lekker in met de Jordi's keukensambal. Dit is de basis. Ik gooi nu de gambas erbij. Voor extra frisheid doe ik een klein beetje limoenrasp. We stoppen hem in de oven en dan gaan we hem bereiden voor de takeaway. Zo, de peppersan is klaar. Hij heeft 10 minuten op 200 graden in de oven gestaan. En zoals je ziet is de sambal een beetje gaan karamelliseren. Dat is echt lekker. Krijgt het een beetje extra bite, extra smaak. In de tussentijd is mijn nasi kuning en mijn sambalboontjes zijn ook klaar. Die hebben we goed verwarmd in de steamer. Het mooie van de nasi kuning, die is al helemaal op smaak. En is echt een traditionele Indonesische nasi kuning. Dus je ruikt de kokos, je ruikt alle spices. Gewoon lekker. Ik ga nu opbouwen voor de takeaway. Ik pak gewoon een mooi bordje, takeaway bordje. Schep daar wat nasi kuning in. Ik heb hier mijn peppersan, die zit mooi op bananenblad. Dus ik kan eigenlijk met bananenblad en al lepeltje eronder. En wel voorzichtig zijn natuurlijk. Gewoon zo, lekker op de nasi kuning. Mooi wat er nu gaat gebeuren is dat al die sappen van die... van die peppersonvis, die gaan nu lekker ook door die nasi heen. En dat is een hele mooie combinatie. We hebben nog wat sambalboontjes erbij. Die doe ik in een apart bakje. Dan kan je zelf kiezen hoeveel boontjes je erbij doet. Of je erbij wil doen. Ik doe voor 2 personen, want ik heb dit gerecht nu voor 2 personen gemaakt. Uiteraard geen Indonesische maaltijd zonder spekkoek. Die heb ik alvast gesneden, die komt er ook bij. Serundeng, die doen we er apart even bij in een bakje. Zo. Wel de deksel erop. Want stel nou dat je te snel over een hobbeltje gaat. Dan wordt het serundeng graaien. Klein beetje bosui erop. Altijd lekker. Kom een citroentje bij. Kan je lekker even wat frisheid overheen maken. En als laatste, voordat we hem in de daadwerkelijke box gaan doen. Doen we een takje groen erop. De salad pea. Ziet er altijd leuk uit. Ik stop hem nu in de doos voor bezorging. Heekfilet peppersan stijl vanuit Jordi's Keuken. Compleet, heerlijk, gewoon lekker genieten. Wil je dit gerecht nou ook maken? Klik dan op de link hieronder en daar vind je alle ingrediënten die ik gebruikt heb. Uiteraard ben ik zo trots op dit gerecht. Hij gaat ook weer op de socials, dus gaan jullie mee? Gaan we een fotootje maken.